Hi guys, I'm watching my Korean telenovela and my daughter gave me a water and I will see what he was doing there. And guys, we will see what she was doing there in the... Wat ben je aan het doen? Mama vroeg aan mama wat wil mama drinken? Omdat je gewoon een stiekem een chocomelk aan het pakken. Guys, she asked me, she was watching televisie and she asked me, mama, what will you drink? And then I said water and get water and I was just like concentrating watching my Korean novella and she was just making her own drink secretly and it just stayed here on the side of the furniture and hiding from me what she was doing because this afternoon, she already have a chocomilk and she can only have one chocomilk a day. And now she's having two. Stiekeman chocomilk maken voor maken, eh? Stiekem mama vragen wat ze wil drinken zodat mama niet boos wordt, eh? Waar is she? Wat ben jij slim? She's really smart. Wat ben jij slim? Nou, zeg het even. Wat wil je zeggen? Wat ben jij aan het doen? Doe je dat expres, stiekem? Nee. Ja. Oh, that's it, guys. So, I can't be mad because he kept me water. Water while I'm watching my in Korean Korean series, I mean. So that's it. So he got his chocolate slim. She's really smart. Heb je gedaan? Vertel al eerst aan Sabivana. Over. Je ging eerst mama wat? Ik ging eerst mama water geven. En toen? En toen ging ik chocomel pakken en ik ging bij de spiegel even staan. En toen ik je ging filmen, toen ik je ging douchen, toen mocht ik er ook op. En ik had chocomelk. En mama heeft chocomelk. Ja. Wat heb jij gedaan? Chocomelk. Chocomelk wat? Heb je chocomelk stiekem gemaakt, hè? Ja. Heb jij wat gemist, Ivana? En wat heb jij gedaan buiten? Ik ging eerst basketballen en een heel klein beetje. En toen? Toen ging ik naar Janne en toen ging ze mee basketballen. En toen gingen we daar bij die voetbaldingetjes opklimmen. Oké. En toen zag bij de doelpunt. Toen zag ik daar ergens jongens en die kenden mij en ik kende niet zo en ik kende niet hun namen. Maar toen ging ik met ze spelen en toen zeiden ze gewoon, je doet gewoon niet mee. En toen zag ik één vriendin, maar die kende mijn moeder niet. En we gingen ze toen spioneren en we gingen ook nog, niet leuke woorden zeggen. Oké.
Nou, dan moet je geen slechte woorden zeggen. Mag niet, hè? Ja? Nou, dat is mijn twee dochter. En eentje ging stiekem chocomelk maken. En eentje ging naar buiten. En niet meer teruggekomen en alleen maar daar gebleven. En gelukkig nu is hij nu thuis. Ik zou ze nog eigenlijk ophalen, maar zij is teruggekomen. Ja, omdat ik alleen dorst had. Huh? Omdat ik dus dorst had. Oké. Okay. Waar zijn de zulte krammetjes, de duimpjes omhoog? Duimpjes omhoog! En subscribe hier. Ja, de zulte abonneer hier. Ja, waar zijn... Hey, thank you guys for watching.